weer tijd voor een quiz. Oh. Ja, een klein quizje met even enige inleiding. Je luistert naar Him for the Weekend en dit is... Niet. Wat? Niet? Ja, echt wel. Nou ja, wij maken het, maar de luisteraar luistert het. Ja. Seizoen 10, aflevering 25. Nou. En ik vond dat twee hele mooie getallen. En daar mogen we wel even kort bij stilstaan. Ook hebben we geen feestelijke uitzending. Het moet even benoemd worden. Him for the Weekend is begonnen. Dit is, ik wist trouwens nog niet, maar... Weet jij wanneer het begonnen is, Him for the Weekend? Nee. In 2015. Ja. En dat is voortgekomen uit Bring the Noise, ons andere muziekprogramma. Oké, okay, ja. Bring the Noise. Bring. Bring the Noise. Bring the Harry. Bring the Noise. Bring the Harry, dat stopte toen. Ja. Achteraf gezien natuurlijk niet definitief, maar voor toen wel even. En ik vond dat de muziek moest blijven op RS7 in die stijl, voor die doelgroep. Ja, laten we even vooropstellen. Het was een soort VJ-programma. Wat je dan op... TMF. Ja, TMF zag. Ja, dat ja. Iemand dan de muziek aan elkaar praat op beeld. En we moeten erbij zeggen, de naam Him for the Weekend was er toen nog niet aan verbonden. Want dat is natuurlijk afgeleid van een nummer van Coldplay. En dat is in 2016 uitgekomen. Toen heette het eerst Bring the Noise Friday Night. Vervolgens heette het Weekend Kickoff. En uiteindelijk is het veranderd definitief naar Him for the Weekend. Waarom benoem ik dit? Omdat het programma waar het dus uit is gekomen, Bring the Noise, dat is vorig jaar eenmalig teruggekomen met jullie twee onder andere. The Revival. Ja. En daar wil ik het even over gaan hebben. Want Sascha, jij bent natuurlijk voor dat programma op heel veel festivals geweest. Absoluut, ja. En ik ben benieuwd of jij je dat nog een beetje kunt herinneren. Of dat je zoveel gezopen had. Of, of het geheugen van een vis hebt. Dat kan natuurlijk ook. Ja, guppie, ja. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb, ik geloof, 5 fragmentjes klaargezet van festivals. Waarin jij te horen bent. En ik ben benieuwd of jij je nog kunt herinneren welk festival dat was. Kun je een beetje, naar jezelf luisteren, Sascha? Nee, ik vind het echt verschrikkelijk om naar mezelf te luisteren. Dus ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik hier echt aan moet wennen. Maar ja. Ja, je moet wel. Bijt je er maar doorheen. Ja, oké. Fragmentje 1, ga nu horen. Ik heb net met Senegalezen daar gedanst. Dat was fantastisch. En zo spontaan die mensen. Maar wat ik zo leuk vind, dat al die culturen samen hier optreden. Dat vind ik echt geweldig. Ja, nou. Dit was Bevrijdingsfestival. Dat was echt super schattig mannetje. Ja, dat was echt, echt een hele lieve man. Ja, dat weet ik nog heel goed. Als een veteraan was dat, hè? Ja, klopt. Dat was helemaal in zijn nopjes. Ja, was super schattig. Ja, die was ook niet zo heel moeilijk natuurlijk. Nee, dat was makkelijk. Nou, fragmentje 2 dan. Mag ik u wat vragen? Ja. Want ik zie dat u zo'n leuke hoed op heeft. Ja. En ik vroeg mij af waarom u voor deze hoed heeft gekozen op dit festival. Serieuze vraag? Ik ben het serieus, ja. Waarom heeft niet iedereen deze hoed op? Dat kan inderdaad ook een goede vraag zijn. Ja. Ja, nou deze vergeet ik ook niet zo snel meer, want deze meneer die zette me nogal goed voor schut. Ja, terecht. Portarok, ja. Ja. En daar was ik bij, dat weet ik nog. Had hij zo'n Mexicaanse hoed had hij op. Was dat een Mexicaanse hoed? Ja, was een Mexicaanse hoed was dat, ja. Met van die dingetjes eruit en die franjes. Ja, dat was het inderdaad. Iedereen zag je met van die horens op en hij als enige met Mexicaanse hoed, ja. Ja. Ja, de achtergrondmuziek die verklapt natuurlijk ook een beetje. Ja, ik wou zeggen, daar ontkom je ook niet aan. Hè? Dat was drift. Ja, fragmentje 3 doen? Ja. Heeft u nog tips voor andere jaren? Of heeft u zoiets van, ik vind het prima zo? Ja, nee, eerlijk gezegd hè, vind ik nog steeds de oude formule van hier. Dat je gewoon lekker binnen kunt lopen. Hè? Dat je niks, dat je niet, geen entree hoeft te betalen. Maar wel entree moet betalen als je gewoon een tent binnenloopt om een band te zien. Ja, dat vind ik nog steeds, nu betaal ik wel even €30 of zo om hier alleen maar binnen te komen. Goed verhaal. Ja, dit was al in een festival waar ik alleen met Rick ben geweest. Music meeting of zo. Jouw stem klinkt hier zo raar. Ja, ja dat kan. Ja, ja was het voorjaar. Zat de vorst nog een beetje op. Ja, ja dit was, vond ik, een heel saai festival. Maar, ja, het is een beetje vaag, hè, music meeting. Ja, ik ben nooit geweest, vaag. Maar... Ik zou ook niet heen gaan. Het is heel dat is mijn mening. Ja, ja, precies. Ja. Fragmentje 4. Ja, ik denk vooral dat het 's avonds heel erg leuk is hier. Omdat, ja, ik zie daar ook een beamer. En ja... Ik denk gewoon dat het een soort van video iets is waar je iets op screen. En ja, omdat het nou ook licht is, het is 1:30. Dus ik begin er bijna weer van te huilen. Ja, nou, ik noemde hem net al dat het mijn favoriete festival was. Maar dat was vooral omdat ze gewoon zo'n leuke, droge tijd hadden. Echt fantastisch. Ik had ook niet met iemand anders willen gaan hierheen. Want dan had ik zelf moeten willen plegen. Oei. Nou, dat is wel een beetje hard. Nou, wel blij. Ja, dit was dat festival op Vlieland. Ja, maar hoe heet het? Hoe heet het? Ja.
Oeh, wat stom dat ik nou niet op die naam kan komen. Het is heel groot open, Weide. Into the great, open to the, ja. Open to the great white. Ja, dat hadden we. We rekenen we goed. Mooi, dank into je. Into the great white open, ja, is het. Ja, dank je. Nou ja, goed, wat je hier inderdaad, even de context erbij. We liepen in een bos en er hingen allemaal vage, kunstzinnige dingetjes. Ja. En ja, het werd allemaal niet gebruikt omdat het overdag was. En we hadden er ook zoveel van verwacht, hè. En het was zo een tegenvaller, maar goed. Ja. Laatste fragmentje doen? Ja. Ja. Komt-ie. Vorig jaar heb ik gehoord dat het heel hard regende ook. Maar buiten dat, wat in vergelijking met vorig jaar is nu beter of juist slechter? Nee, absoluut beter. Veel meer food. Veel meer vrolijke mensen, omdat het weer natuurlijk beter is. En een hele relaxe sfeer. Dus ik vind alles echt goed geregeld. Ten opzichte van vorig jaar hebben ze echt goed gedacht aan wat kan er beter. Misschien voet gedacht aan wat er beter kan. Nou, als ik nog weet van vorig jaar dat er zeg maar, echt zo'n regen was op dit datum, was het ASM-festival. Nou, ik vind het echt best wel knap dit. Was het ASM, ja? Ook hier klinkt jouw stem weer heel anders. Ja, ja echt als je, ik kan, alsof je ik kan tien dingen jaar met mijn bent. Stem. Ik kan dat. Ja, je bent een meme-speler. Alleen al met mijn stem. Ja. Hey, goed. Volgens mij had je er allemaal goed, hè? Of niet? Ja. En dat is heel knap, inderdaad. En wat win je nu? Ja, een applaus. De eer. Oeh. Mm. Nee, ik vind het ook knap. En misschien leuk om nog even te melden. Het hele seizoen van Bring the Noise, waar deze fragmentjes uitkomen, is momenteel weer te zien op RN7. Zaterdag overdag van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dus voordat wij komen, is dat te zien. En de eerste aflevering was vandaag. Heb je gemist, helaas. Tweede aflevering mag je niet missen. Volgende week kun je weer opnieuw kijken. Heel fijn.